Dat brengt dus bij Tedman, 100 hier, Ilke Lok, collega, hoi. Hoi, wat een oorgang. Pat Travis en Tedman, dat is... Want dit programma één ding doet, dat is wel in tjenstellingen handelen. En dat maakt het net voor mij altijd wel heel aardig. 100 hier Tedman, ik praat aan ze eens even met natuurlijk Leni Dijkstra en Rins Graat. Maar doe best de bij een documentaire. Nou ja, in 1915 geboren is en nu nog zal leven bij de Friese bevolking, die mij maken in het einde van de oorlog en voor het einde dat het een groot succes weer, dat we de enige artiest, beroepsartiest die we doen hier, want Rien die kwam pas in 56 bij Tedman. Die rond wat achterop, hè? Die rond wat achterop, dat is... Maar dat we de eerste fulltime artiesten, muziekman die we hier, en ja, dat vond men in Friesland vond dat geweldig en daar leven nog zoveel mensen van, dus die moeten dat bij mij uitzien. Dat is een... Ik stek al heel lang bij de omroep, over, dat hast u daar van mij kregen. Een heel proto neem ik gewoon. Hè? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, want doet ik bij de omroep kwam, doe wie Tedman zien zaken al zo wat oer. Zeg maar, ja, ik heb nog wel wat dingen van hem schoen, maar dat moest echt de voorwijzen. Ik ben in 65 pas bij de omroep kwam, dus in 60er jaren had ik hem nog wel een beetje schoen. Ja. Maar wanneer weer zien, nou ja, beste periode dan? 50 jaren. Ja, qua populariteit. Ja, ja. Iedereen ging daar altijd heen. We hebben hier een vaststelling van en ik ging alle Friese kroegen taal op Bopperzeel en dat wie in één keer uitverkocht. Ja. Muziek, cabaret? De trol. Ja, je neemt het eigenlijk net cabaret. Je neemt het, ja, ik neem het, ik wel eens wat een revue. Het wie een verhaaltje met een heel soort vestjes ertussen en een heel soort aardige dingen. Dat is, ja. Je weet het dat net, hè? Nee, je weet het net. Het bestier, dat is... Dat meisje... Altijd maar een Fries ken ik natuurlijk, maar op een andere manier. Uit de oerlevering. Ja, ja. Maar, en als dat dan juist, wat denk je dan? Ja, ik vind het echt bij Friesland passen. En ik vind het fantastisch dat we het vanmiddag... Ja. Bij Friesland passen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, maar dan zei ze nog niks over de kwaliteit. Dat is... Het leek gewoon de kennis. Oké. Okay. Ja. Nee, nee, het is... Nee, dit bedoel ik net vlak voor fantastisch. Maar ik denk, ik verhaal even bij elke helje. Leni, hoe ben je, ja natuurlijk, 100 jaar, dat leidt van de hoorn, maar wat wie eigenlijk de oorlinie van je om 100 jaar Tedman op te starten? Nou, het is dat er in 2013 wie er eigenlijk al sprake van dat misschien de tiet had geskoft, dat wie het eerste stik van is huid, dat op nij, in een soort nijjaske opviert werden zo. En dat gong door op het laatste moment koer dat net teruggingen en dat wie dan zo wat spietig. En ja, ik was flink goed spieter wie het, dat er heel geen aandacht aan besteed waren. Maar toen kwamen Riens en ik mekaar een keer zien. En toen zeiden we, oh, we zijn zo een beetje onwennig van die tijd. En wie ik zei, doet Riens is in zo'n 50 bus uitkomen, is in 63 voor hemzelf begonnen. En dat wie mijn kans om bij het zelfschip te komen, want toen zei ik wil wel mijn hart. Nou, zij is het aan de gang. Zo ben je PDV, dan zit je in 2015 in de studio in Leeuwarden. Ze wist even een noemer live dan? En gisteren, meisje bijna of is dat Rien zijn linnen? Thierry, Riens? Waar is Riens? Ik ben Riens Graten, Matta. Ik ben er echt even, dus wel heel persoonlijk ontzettend blij mee ben dat ik Jim Beiden nog eens in het programma had, wat ik bij elkaar regelen en produceren. Want je bent een sokken icoon, echt van mij. En ik vind het zo fantastisch dat je me eens een keer vrede met je hier binnen. Vind ik echt hartstikke mooi. Dankjewel. Ja, dat docht is deugd. En dan lekker met Tedman de Vries, wat bij u zijn Friese cultuur hier. Het leven nog gewoon eerlijk wijzen. Straks nog even praten, maar eerst een noemer. Ja, ja best. Clara zit achter de vleugel. Leuk dat ze erbij bent, Clara. Welke je maar als eerste doen? Wat dogen wij? Nou, dat vind ik wel een mooie tekst. Wij waren net zo'n soort gebaar bij hier. Dan doe je een boulevard, je story of privé. Dus als ik vraag en af en toe hoe de artiesten kringen in Friesland, dus maar overspel en seks en dat soort dingen, hast u dan een idee? Nee. Nee, wat spietig weer om net. Nou ja, de wapen u sasseer net op die dingen let. Maar het badde je dus wel, ik in de Tedman tiet. Dat kun je dus wel stellen, maar niemand had het weten, want ze lezen je al in de Magriet en de Libelle. Wat dogen wij, wat dogen wij, een bierskip vrij van raberij. Wij hebben voor een vet schandaal, feesten min kopij. Artiesten in het heiteland, die springen soms ik uit de baan, mijn vrouwje en mijn drank. Maar ja, de bad lang met genoeg om blijde mij te vullen. En elke week wat pikants of grappigs te onthullen van kroeg en leeg en bank. Nee. Nee. Die koers is dus verlet. Dan krijgen wij je bij de Toske dokter net een sjen.
Dus nooit een koude douche, zelfs net van Duitse kroes. Dat is dus de conclusie, er is weer net een stoere vrede centje te verzinnen. O skandalen of ruzie, wat ogen wij, wat ogen wij. Een mierskip vrij van rabberij, wij hadden voor een vet skandaal. Feesten in Kopenhagen, wat doen wij? Clara Roman achter de vleugel, Leni Dijkstra en Rinus Gratema. Fantastisch om eens een keer te gast te hebben. Het had natuurlijk alles te krijgen met 100 jaar Tetman. Ik ren even naar Rinus daar. Tetman, 23 revues of zo, had hij wel net kreun? Het gaat net op het oontal, maar enorm oontal, hè? Ja, meer net. Nog meer? Ja. 30? 30. En wat Jim nou doet, is dat een geervetting van wat hij maken had? Of is het een interpretage? Ja, nou wij, ja, het is een hommage. Dat is dat mij wel duidelijk, hè? En dan doen wij dus een aantal noemers van Tetman. Wij bezieken toch de sfeer van die tijd een beetje te benaderen. En we vullen dat om met onze eigen dingen. Dus het wordt een programma van hoe de vrouwtjes van ons jongen het en hoe het wijd zijn om ons jongen. Ja, maar de naam Duits en Kroes volkrijgt, ja, dat weer nee, Tetman's in tijd. Dus. Min of meer, ja. Ja, die het er net mooi maken, wel. Duits, nee. Nee, nee, ik weet het niet. Oké. Okay. Hoe is jouw naar Tetman de Vries als vakgenoot? Nou, so, ik ben bij Tetman begonnen. Ja. En in jongen, je zo aan 50, dat ik al bij over 58 in ieder ook. En ja, toen werd Tetman natuurlijk het instituut van Friesland. Tetman werd het enige beroepsgezelschap. Wist toch in baan van Oosthuizen Koers, want de kreeg een nieuwe baan bij hem. Dus wat dat onbelangrijk heeft, weet er is hier een hele mooie leerskwal gehad. Zwieren? Wie een strenge leerskwal? Nou, streng. Streng waren we net. Wij pasten elkaar, Griesel, Tetman en ik. Maar leersen we het wel, want ja, door leert natuurlijk het vak nooit beter als in de praktijk. En dan ik nog voor duizenden meisjes, want we spelen toch 200 keer in hier. En ja, dan kun je het net beter treffen. Ik heb het getroffen. Ja. Wel even toch? Prachtig, ja. Ik ga nog even bij Leni, want ik zeg even bij op die site, hè, van je vaststelling. Uitverkocht. Ongelooflijk, hè? Nou ja, iets. Net al keer nog. Nee. Ik ben elkaar, maar toch, het leeft nog. Jazeker, we zijn iets van een held is uitverkocht, leuk. Fantastisch. Ja, dat hielden wij heel net verwachten. Daar namelijk wel wat risico voor zelfs. Maar dat het samen is, dat is voor zelfs us generatie die het erin gaat. Maar het is geweldig, zo'n volle kaart nou te verkochten, ja. Ja. Zullen we nog een noemer doen? Oké. Hoe heet het? Riet, hoe heet het, jong? Het begon mij lied. Het heet al ik doe kaam de mij tiet. En zo heet het programma ik. Ja. Het begon mij lied. Elke jong mij lied. In een wenige tinte of rikkerige ziel. En al die ten helen al vol en nooit heel. Je leert als elke die je ziet. En dan op de improvisaire toneelen, de vraag van de meesken van kom alle dag. Maar je voelen zo spreken de lippen stafrielen en bussen het squallen de grappen der naai. Het begon in een tijd, dat is wat en dus leert. Na een alles bedjerende oorlog vermocht. Het zuster van hij en het meest omdat zocht. En hij hopen en jocht, hij fleur en geniet. En krijgt op dat stuikkamer hier uit het noorden. Een lood dat werd koeën en dat elke niveau. In zijn eigenste taal op vertrouwde akkoorden. Dat hoor als hij wijn hij het het fine zoer. Dat lood weer van us en het meer van een oor. Dat bezitte de vrijheid, de oorlog wie oer. Het paste bij het feest, bij de vlaag op het toer. Het klonk in het korps, het zong in het koor. Dat bloed weer de maaitiet, de maaitiet, de maaitiet. Van houten gehagen ontkwam in de zon. Naar de winterste winter, vol zuster en oentiet. Ja, doe aan de maaitiet van Tetman in Loon.
Toen kwam de meidiet, meidiet in het land. Toen lag alles, alles in Saon. Die mooie meidiet, meis in blauwe loft, is voor meesken en voor blom, grif het meiste skoft. Is voor meesken en voor blom, grif het meiste skoft. Ja, Jim Jerre en Sjoerd, toch even wat historie hier. Doe kaam de meidiet, hoe lang rint het? Dat stik, dat wat 23 spelen, dat rint in maaien, alle weekend, vrijdag, sneurnejoen en snijdenmiddag. En ja, dat ben 4 weekend, zo lang spelen. Dus spelen het eigenlijk alleen in maai, de maaitiet. Ja, prachtig man, goed. Diepe buiging en dankjewel. En ik hoop je hem echt nog wel eens je wet te treffen. Misschien maakt het niet eerlijk, sinds we spelen in Bidgemolen, in grotere harnen werd dus huid, destijds voor de eerste keer. De tiet had je skoft op via het in de jaren 40. Het is gewijde grond en daar zal het al je plak vinden. Ja, hij wie op een boppenzeel bij spelen onder de cultuur is wat zaken, maar bebinden wij. Ja? Rien Schraden, Marlene Dijkstra, klare room achter vleugel, dankjewel. In maai, zorg even op de site. Daar kun je nog wel kaarten bestellen. Doe aan de meid, Elke nog even rap. Die documentaire, wanneer we die uitstuurt? Treint weer naar maai. Ja. En ik maal plat voor, chips en kolen op de bank. En dan genieten. Ja. Dat is de moderne manier eigenlijk. Chips en cola is van de nieuwe generatie. Ja. Hè? Dat doen wij net meer. Hè? Dat, nee. Succes met de documentaire.